Het woord is aan de heer Seder van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Als advocaat heb ik de afgelopen jaren veel familiezaken mogen meemaken en veel verhalen van dichtbij mogen aanhoren. De pijn van gescheurde gezinnen en het spanningsveld tussen het beste willen voor het kind en de wetenschap dat dat niet altijd mogelijk is bij de ouders thuis. Dat is pijnlijk en dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. En de onmacht van de ouders, hun verhalen en gezichten, die zijn mij bekend. En die onmacht die komt terug in een wel heel bijzondere zaak waarbij dossiers zijn verwisseld. Karel, 13 jaar, woont al 5 jaar in een pleeggezin. Maar wat blijkt? In 2016 is zijn dossier verwisseld met de andere Karel en daarom hebben de zorgverleners geoordeeld dat uithuisplaatsing nodig was. Voorzitter, hoe heeft dit kunnen gebeuren? De situatie van Karel is tekenend voor de kwaliteit van waarheidsvinding en de discussie die daaromtrent al een tijdje ontstaat in de jeugdbescherming. En ik denk dat we dat gesprek ook moeten blijven voeren.